Dat is die ene Pokémon die ook alweer mega is. Omdat ze mij niet met rust willen laten met die kut mega Pokémon. Hallo kijkers van Shine Sprite. Welkom bij een gloednieuwe aflevering van de Pokémon Ultramoon Randomizer Avatar Lock met Sander van Gaming SB. Ik heb eventjes een mededeling. Jullie denken nu misschien, Sander, waar is het intro moment? Maar voor dit intro moment heb ik 20 seconden stilte nodig, want dit is mijn favoriete video op het hele internet misschien wel. Dus ik ga nu de video afspelen en ik hoop dat jullie er ook van genieten. Ik hoop dat ik geen copyright strikes krijg. Dat sowieso niet. Vaccinatie, maar ja, dat is mijn ding natuurlijk. Ja. En waarom wou je niet vaccineren? Nou, omdat je dan gewoon... Ik heb allemaal dingen gezien op het nieuws dat je gewoon onvruchtbaar kan worden. Ja, daarom. En hoe zit het met de meiden hier om je heen? Zijn die gevaccineerd? Denken ze dat je gek bent? Nee, want ik ben uiteindelijk wel gevaccineerd. Want anders mag ik de McDonald's niet meer in. Jij moet wel zeggen als hij af is. Hij is ziek. Hij is af. Maar jij weet het? Nee, je weet het toch niet echt, of wel? Nee. Ik zat aan iets te denken. Maar je zei al dat het niet van mijn kanaal is. Dus dan kan het er niet zijn. Oh. Nee, het is inderdaad niet van jouw kanaal. Weet je wat ik dacht dat het was? Nou, nee. Dat clipje dat je bijna doodgaat. Oh, die was wel goed geweest. Ja. Dat is wel sowieso nummer 2, maar... ja, ik weet niet. Ik ga echt los op dit clipje. Of op deze video. Het is ook geen kaboom. Ja. Yo, I'm Dodge Mastering. Ik moet... Oké, Sander. Ik ben de vorige aflevering 3 Pokémon kwijtgeraakt. De eerste Pokémon waar ik tegen moet is een Mega Altaria die al 2 keer gedragon danced heeft. Nou, daar gaan de rest van je Ja, waarschijnlijk. Hij gaat nu voor de derde keer dragon dance. Ik ga zo echt gewiped worden. Nee, maar dat is echt totaal niet handig. Oeh, ik had een crit, of niet? Oh, en ik loop in een trainer. In een trainer ook. Oh, hij doet Dragon Pulse. Uh-oh. In een trainer zicht. En dan moet je vechten. Oh, ik maak me druk om helemaal niks. Die Altaria is kei kapot. Ik ben nu wel heel erg benieuwd naar het intro. Die neemt hij wel de slow start. Ja, aan de ene kant, ik wil nu een hint geven. Aan de andere kant, ik wil niet dat je het weet zonder de intro moment te zien. Oké, ik geef een hint. Misschien als je me op Twitter volgt, yeah. Heb je wel een tweet gezien waarin deze video zat? Oké. Dat zegt me nu nog niks, dus spannend. Milan right now is naar mijn profiel op Twitter en flink aan het scrollen. Nee. Dan ziet hij die kattenvideo en dan denkt hij, ja, dat is hem. Nee. Misschien is dat hem ook, dat weet je niet. Nou ja, jullie wel, maar hij weet dat niet. Misschien is het de kat die per ongeluk het glasje omtikt. Niet per ongeluk, dat is compleet intentioneel. Maar die is ook wel heel cute. En dat is hem misschien ook. Dat weet je. Nee, je weet het gewoon niet, Sander. Nou ja, jullie wel, hè, de kijkers. En ik ook. Oh, het zijn weer leuk. Ik hou zo van die video, echt. Ik hou zo van die video. Ik ben hem non-stop aan het draaien, echt waar. En het is geen muziek. Oh, weet je wat het leuk is? Na Mega Altaria komt Mega Gardevoir. Oh, die ken ik. Die is, die valt onder de OP-groep. Dat is die ene Pokémon die ook alweer Mega is. Omdat ze mij niet met rust willen laten met die kut Mega Pokémon van hun. Yo, maar ik heb de beste item ooit. Ik heb de Eject Button. Nou, eject button jezelf maar. Yo, dus letterlijk emergency exit. The move. Niet de movie. Valt hij wel mee te verwarren, maar... Eject button is ook een item in Unite. Ja. Best dan ook een goede item voor Unite dan, zeg maar. Ja. Oeh, dat deed veel damage. Oh, emergency exit. Lol, oh, ja, die heb ik, ja. Daar hadden we het net over. Ja, de move heb ik. Of de item. The movie. Jij hebt de move versie. Nee. Oké, ik dacht dat je weer terugging. Pew. Oké. Nee, niet schieten. I don't like schieting, man. Ik woon niet in Amerika.
Weet je nog dat wij op een gegeven moment Among Us aan het spelen waren en dat we en dat we gewoon allemaal stil waren en toen was Saskia opeens pew pew. Dat was dit ding aan het opschieten. Oh, ja, toen was het die meteoriet yeah. aan het doen. Yeah. Ja, dat was wel funny. Dat was wel funny. Among Us, dat was nog eens tijden, jongen. Ja, wat de lockdown al niet goed voor is. Ja, echt hoor. Weet je wat irritant is? Oh ja, het is een Porygon. Het is irritant dat je zeg maar op een gegeven moment niet meer kan zien welke Pokémon er ook weer kwam. Dan zeggen ze, deze Pokémon komt. En dan ga je naar, switch je Pokémon. En dan kan je niet meer zien welke Pokémon er komt. Betty zou zeggen, je moet sowieso op shift mode spelen. Of op set mode spelen. Ja. Je bent slecht in de slokken. Nou, ja, dat weet ik. Ja, maar ik heb ook echt het gevoel dat ik er weer niks aan kan doen. Ja, ik ben echt boos. De randomizer zit ook niet mee, zeg maar. Nee, jij hebt ook wel. Ik had een paar afleveringen toch ook dat ik allemaal legendary megas tegenkwam. Yup. Ah, ik wou weer praten over de eerste aflevering. Sad. Ik word zo gefrustreerd. Ik zal het je offscreen wel even vertellen, want het is echt wel een leuk verhaal. Dat is goed. Ik weet niet eens of ik ze allemaal op kan noemen, maar... Ja, misschien kunnen ze nu al raden wat er gebeurt. Dat maakt niet uit. Je wordt meteen doodgemaakt door een legendary en toen moest je opnieuw beginnen. Oké, ik zal wel eventjes vertellen. Ik kom mogelijk wel 3 legendaries achter elkaar tegen. Ik kwam eerste trainer, Mew. Volgende trainer had een Deoxys. Toen nog een Latios. Daarna. Oef. Ik weet niet of dat ook... Volgens mij die Latios was iets verder. Maar alsnog, het was wel... Snel oh, dan weet ik. Ja. Nou ja, dat. Je bent wel goed in geheimen bewaren, Sander. Ja. Ik hoop maar nu zijn ze allemaal excited dat ze allemaal naar die serie gaan kijken. Ja, dat is waar. Ik hoop maar dat de aflevering gewoon eerder online komt dan deze. Ja. En anders dan ben ik fucked. Deze vuile LKSM mag echt... Is Bug super effective op Psychic? Ja. Oh. Ik wil het niet eerder zeggen, nee, dat is een grapje. Of ik dat kan? Nou, ik kon het nu ook zeggen, dus ik denk dat ik dat eerder ook wel had kunnen zeggen, maar ja. Nou, fijn dat je dat ook deed dan. Wist je dat er in Gen 1 geen goede bug-type moest zijn? Dat weet ik, ja. Daarom was in Gen 1 Psychic ook OP. Zo oké. Okay. En omdat natuurlijk Gengar... En zo, dat is eigenlijk de enige ghost-type volgens mij, zo'n beetje. Ja, klopt. En die is ook poison. Dus dat maakt het weer zo dat eigenlijk niet echt... Dat elke zijn OP is. ...ook weer iets goeds heeft. Dus daarom is Psychic zo OP. Daarom spreek ik ook nooit Gen 1. Vind ik niet leuk. Nee, snap ik. Zeg maar, aan de ene kant... Het maakt wist je ook dat... wist je ook dat Razor Leaf in Gen 1... guaranteed critical hit is? Nee. Nou, dat is zo. Ik wist wel dat de crits gebaseerd werden op speed, waardoor als je een person had, een bepaalde agility volgens mij deed of zo, dat je dan eigenlijk een guaranteed crit had als je dat zoveel keer achter elkaar deed. Dat wist ik wel, maar... Nee, maar ik vind Gen 1... Ja, weet je, aan de ene kant het heeft wel wat. Aan de andere kant, ja, ik vind... Ik heb helemaal niks met Gen 1. Ik speel het nooit, omdat het... Nou ja... En je kunt pokeballs missen, wat in Nuzlocke heel kut is. Mm-hmm. Vind ik ook gewoon eigenlijk... De feature snap ik wel... als je kijkt naar de anime, waar je natuurlijk ook gewoon Pokémon... Oh, Sander, wat er nou weer gebeurt. Het is dat ik mijn Pokémon niet kwijt ben, anders had ik denk ik gewoon gestopt met deze serie. Ik
Ik moet tegen een girder. Ik kill hem. Heeft die innards out. Dat is die ability van die Pyukumuku. Dat hij zeg maar damage terug doet als hij doodgaat. Dat is kut. Ja. Yeah. Maar dat ik leef nog. Oh, dat is wel still fijn. Alive. Weet je trouwens hoe mijn Flygon heet? Ik had hem toen ik de Vibrava ving, noemde ik hem Beam. Alleen, toen zag ik dat net, toen dacht ik, weet je, ik maak er kaboom van. Oh, die is geniaal. Kaboom! Kaboom. Ja. Ik moet tegen... Ik heb een keer geluk. Het mag ook een keer. Nou, je weet nog niet, want ik moet nu tegen de totem. Tegen totem minen. Totem minen? Fuck, ben jij al de trial en zo? Ja, yo, maar, moet echt opschieten. Maar die trial is echt heel kort. Je hebt maar 2 Pokémon's waar je tegen moet vechten. En dan moet je tegen... tegen de trial boss, zeg maar. Alleen, het kan zomaar zijn dat hij een Rayquaza bij je roept of zo, weet je wel. Ja, oké. Okay. Een plussel is wel chill om die als dingen te hebben. Minum, ook goed. Allebei hetzelfde. De blauwe plussel. Ja, ja, die. Oh, en de andere is een Wishmer. Oké, ik word een keer gespaard. Ik vind dat oprecht de kutste Pikachu clones. Ja? Daar kijk, je hebt die Danny. Die is ook heel kut. Nee, ik heb ook niet zo heel veel met Togedemaru. Heb ik ook niet zo heel veel. Ik vind op zich... Ik vind hem niet de vetste, maar... Ik vind hem ook niet de slechtste. Ik heb eigenlijk ook niks met Pachirichu. Nee, ik vind die nogal cute. Ik vind de Emolga wel leuk. Emolga ook wel leuk eigenlijk. Oké, ik heb te hard gejuicht, want ik had net die Wishmer gekilled en nu komt er een Gardevoir. Oh, waarom kun je niet eerst een plussel? Ja, nu zou ik het niet meer omdat doen. Omdat ik Earthquake deed en ik dacht, oh, super effective. Die Minun die is wel dood. Alleen, die was dus niet dood. En de Wishmer wel. Ik ga wel winnen trouwens, hoor. Niks aan de hand. 1 crit, dank je. Dat is wel... Dan snap ik het, dat is wel kut. Sorry, ik moest ook even op mijn eigen game focussen. Nou ja, niet dat ik er zoveel aan kon doen. Ik had het eigenlijk al beneukt. Nice, topper. Ik hou van. Dank je. Ook van jou. Ah, awesome episode. Noem hem eventjes jouw ding zo. Ik moet hem nu wel zo noemen. Ik wou hem een andere naam geven. Ja. Met betrekking tot de video, maar nu moet ik wel. Hij moet wel. Ik kan niet anders. Ja, ga nu eens opbouwen met Psychic. Oké, als jij het zegt. Nee, niet jij. Ik zag toe. Jij mag iedereen dope Psychic, behalve ik. Maar... En mijn team. Vooral mijn team. Vooruit. Maar deze Xatu even niet. Moet ik nog een trainer verslaan? Yo, I'm getting crazy right now. Getting? Nee, vandaar. Even kijken. Hyper Potion, Max Potion, allemaal hetzelfde. We kunnen straks ook gewoon, als we die Wurmels hebben unlocked, ook gewoon Shiny hunten. Want de Shiny chance is mega hoog. Ziek? Dat kunnen we wel doen als je wil, hoor. Yo, ik ben voor. Maar deze serie dan? Moet die niet ooit een keer afgelopen zijn? Nee, maar ik bedoel, want die shinies in deze game tellen toch niet, maar meer gewoon voor de serie. ja, dat bedoel ik. Als encounters. Moet de serie niet op een gegeven moment afgelopen zijn? Oh, zo, als encounters, ja? Ja. Nee, oké, ik snap hem. Oh, god. Ik ben gewoon heel erg... Hey, wat gebeurt er? Dat is heel kut. Hij is Ice en Electric, denk ik. Wie is Ice en Electric? Curum, Black. Die is niet Electric. Black. Die is wel Ice en Electric. Nee, is hij? Ja, wel. Ja, die is Ice en Electric. Is hij Dragon? Want dan kan ik Shining gebruiken van Shining Pearl. Ik zou dat echt niet durven. Want die is water, hè? Ja, trouwens, elektriciteit heeft geen effect op Dragon, dus dan is het Electric niet super effective.
Kijk, electric zou neutral zijn. Ijs zou ook neutral zijn, omdat ik water ben en drag. Ik ga het voor je opzoeken, Sander. Ik weet niet, ik vind Kyurem eng, man. Vooral Black Kyurem. Er is ook een Pokémon die ik echt nog nooit ben tegengekomen in een serie. Ja, alleen het kut is... Nee, hij is Dragonite. Het is Dragonite, volgens Dragonite. Ja. Oké, dat is... Wat dan kan echt ik is of al mijn water kan ik al niet inzenden. Mijn Grass-type ook niet. Mijn Volcarona is bug, dus ook niet. Dus dan heb ik nog steeds alleen de keuze tussen IJsbeer heb je en een, Shiny. Heb je een Pokémon met een rockaanval? Nee. Met een fight aanval? Ja, maar dat is Shining. De Palkia. Oké. Een steel aanval? Ik heb nu Volcarona voorop staan. Ja, dat is mijn... Mijn Blastoise. Maar ja... Ja, die zou ik doen. Ik zou Blastoise en dan... steel aanval doen. Het enige wat je zou naaien is als hij freeze draai heeft. Want dat is super effectief op water Pokémons. Maar die leert Fusion niet. Bolt, dat klinkt als een electric type. Ja. Nee. Nee! Oh. Dat was geen poch face, echt niet. Alles behalve. Oh, hoeveel heeft Fusion Bolt? Kan ik het opzoeken? Ja, kan ik wel, want ik ben toch zit in de cutscene. Okay, dus Maar dan krijg je... ik uit het leven. Maar ja, het is wel raar dat hij niet bijstaat dat hij dat Kyurem Black dan... wacht, hier. Oh, ja. Gewoon geen step. Ja, het is dan inderdaad gewoon geen step. Raar. Raremundo. Hoe kom ik nu bij die bitch? We doen het wel even zo. Sacrum. Of ik moet IJsbeer. Want als hij een Ice-type doet, resist dat. Electric is normal. Of normal effectiveness. En Dragon denk ik ook. En ik ben super... Oh nee, ik ben neutral, omdat hij natuurlijk ook Ice is. Welke strike zei jij nou net, dat idee? Nee, Fusion Bolt of zo. Oh, Fusion Bolt. 100. Ja, maar hoeveel pp? Oh, 5. Wist je dat hij op level 100 een aanval leert? Nee. Bolt Strike, echt nog nooit van gehoord. ...130 met 85 accuracy. Oh, dat is dan ook niet zo'n hele goede aanval. Nou ja, hij is wel een goede aanval, maar ik bedoel... Ja, met de... Ik ben altijd bang voor low accuracy moves. Misschien dat hij ook wel 100% accuracy heeft als het regent. Oh. Oh, en weet je wat? Die Bolt Strike... Wauw. Die Bolt Strike is ook nog eens... dat hij de target paralyzed. Altijd, 100%. Holy damn, dat is wel ziek. Fucking goede aanval. Dan durf ik die 85% wel te doen. Ja, oké. Kijk je trouwens... moment hoor. Kijk je trouwens die nieuwe 2-2 lock van Game Boy Luke en United Gamer? Ja. Ik ook, dat is wel leuk. Ik ben nu zo goed als bij. Oké. Mis 5 minuten en dan ben ik helemaal bij. Nu vraag je waarschijnlijk af, Sander, waarom die 5 minuten? Ja. Ja, zover was ik vanochtend gekomen en toen moest ik de les in, dus ja. Ik heb alleen de aflevering van gisteren heb ik nog niet gezien. Ja, dat is denk ik diegene waar ik die 5 minuten mis. Ja. Maar ik heb dan ook altijd weer, als ik dan... Die laatste 5 minuten, weet je wel. En dan heb ik ook de cage match. Die was middenin, zeg maar. Mm-hmm. Dan. Dat is kut. Maar dan heb ik ook altijd zoiets van. Die 5 minuten gebeurt vast niks, weet je wel. En dan heb ik mogelijk niet altijd de laatste 5 minuten af. Wauw, hoe durf je? Ja, dat is een bad habit of zo. Oké, als hij nu killt, dan haat ik hem. Maar dan sta je wel weer voor op devs. Ik
sta ik voor op Des. Of gelijk, dat weet ik. Gelijk denk ik dan. Want ik denk dat ik jouw vorige aflevering op ingehaald. Nee, ik denk niet eens. Ik denk dat ik 2 voor sta. Oh, dit is kut. Oké. Deze cutscene duurt echt veel te lang. Mag ik dat even zeggen? Ja. Jezus. Mag je hem zelfs? Speed-uppen. Nee, ik sta voor op. Ik loop voor op jou, dan ga ik niet speed-uppen. Ik heb dus zo'n choice band aan mijn ijsbeer gegeven. Yeah. Mijn pp van Blizzard is op. Ik zit op 41 HP. Moet je al struggelen? Of mag je dan wel een andere... Weet ik niet. Ja, daar zit ik dan ook nog mee. Kijk, ik wil nu het liefst switchen naar mijn... Naar mijn Blastoise weer. Alleen het kutte is... Ja. Dat ik geen free switchen heb. Dus dat hij sowieso 100 HP damage doet. En dat ik hem eerst moet healen, waardoor IJsbeer dood zou gaan. Oké. Dit is kut, man. Ja, maar... ik moet IJsbeer eerst healen. Even denk ik. Even tussendoor, de Lunala Necrozma Fusion, die is net gerandomized in een Hexorus. Dus, weet je dat. Oh, ja, hij doet dan struggle. Ik heb het even getest voor je. En ik ben er niet blij mee, hè. Oh. 30 HP, hoezo doe je zoveel recoil? Okay. Oh, wat een setupers. Doet hij weer Swords Dance? Dragon Rush en kill hem alsjeblieft. Ben ik sneller? Ja, ik ben sneller. Dragon Pulse. Oh, dat vind ik één. Oh, yeah. Okay. Oh, die valt mee. Oké, ik heb de Fusion Bolts niet geteld. Dat was heel dom. Ja. Waarom vroeg ik het dan aan jou als ik het vervolgens niet ga tellen? Maar ben je er niet tegelijk met de Fusion... zijn die niet tegelijk aan de Blizzards? Nee, dat sowieso niet. Want ik had al een paar Blizzards gebruikt. Daarnaast heb ik dus ook een paar attacks met Boom pad gedaan. Je Boom! Ik denk dat ik naar Boom pad ga. Die Flash Cannon ga gebruiken. Aangezien ik verwacht... Vooral hoop dat hij geen electric type move meer heeft. Ik denk namelijk dat hij ze allemaal verbruikt heeft op mijn, hoe heet het? Mijn bear tick. Ja. Aangezien hij nu Ice Beam doet op een Blastoise. Zou haast een teken moeten zijn dat hij out of PP is. Ja. Dragon Breath, ja oké. Ik denk ook al... Ik wist vooral niet, heeft hij hem nou 4 keer gedaan of 5 keer? Maar hij moet hem dan haast wel 5 keer gebruikt hebben. Dit is nog een trainertje, toch? Yep. Dit is het trainer voor de dinges. Voor de trial. Ja, keep all moves. Fuck dat. Polkorona is wel zo'n level up. En hij leert Silverwind. Eindelijk een step bug type. Ik ben wel echt zenuwachtig voor die Ultra en de Crossma fight, jongen. Ja, snap ik. Oef. Maar die had jij toch al gehad, zei je? Nee, dat was gewoon in de Crossma Fusion. Maar Ultra en de Crossma, die zit in de normale fight game zit die niet. Of in de normale Sun and Moon. Maar die is echt... Dat is de Nuzlocke killer, zeg maar, van deze game. Mm. Maar ja, wij spelen randomized. Dat is wel anders. Ja, maar ja, alsnog. Het is wel risky. Oké, die Ductrio kan ik denk ik. Earthquake is super effective omdat ik ook poison ben. Nee, niet killen. Oh, 32. Heeft 23 bedoel ik. Ik kan niet lezen. Kan je niet lezen? Nou, ik kan niet praten, want ik zei het verkeerd om. Ah. Ja, ga nog wel even lezen. Zo'n Psyguard. Ja, daar zou ik wel IJsbeer voor willen gebruiken, alleen... Oh nee, die hoeft nu niet meer Struggle te gebruiken. Want ik kan nu gewoon Icicle Crush kiezen. Dus. Ja. Ik ben wel smart boy soms. Soms wel, volgens mij is dit complete form. Of niet? It's... Oh nee, dit is... Is die met dat rare gezichtje? Is hij mega groot?
Hij is echt zo'n... Hij lijkt een soort een beetje golem. Op een human. Ja, dat is de ultimate form, ja. Ja, ja, precies. Dan is de 50% is die rare wormachtig iets. Ja. En de 10% is de hond. Of andersom, dat weet ik niet. Oh, hij heeft nog een Pokémon. Doe maar duur. Ja, ik kan nu niet bewegen, ja. Dat is wel een beetje een probleem. Hey, ik kan wel... Ik heb wel een freeze switch in, dat scheelt. Omdat hij nu natuurlijk... Ja. Dan ga ik... Back. Hyper potion. De potions zijn net als ik. Very hyper. Huts. Jaboe. Kaboom. Kijk, ik denk met zo'n Brian dat ik het wel oplos. Het is wel een shieldum. Volgens mij is dat super effective. Ja, dat is het ook. Dit kan zomaar een shiny Pokémon zijn. Nee, het is gewoon Oshawott. Gadverdamme. Nee. Ja, we hebben een klein probleempje. Ik moet heel even iets opzoeken. Dat doe ik wel voor de volgende aflevering. Het is namelijk zo... Hier in de... met die Ultra Wormholes... moet je zeg maar bewegen. Alleen... de standaard settings van dat bewegen... is motion control. Dat kan je aanpassen naar... pijltjes. Alleen dat moet je ergens aanpassen, zeg maar. Dat is het probleem. Oh, dit was dom. Maar jij bent nog wel even bezig, hè? Dan ga ik in ieder geval gewoon... Nou... Oh, ik word wel geheeld hier door Lily. Dat is wel chill. Ik ben nu denk ik de trial ingelopen. Oh nee, nog niet. Nu wel. Ik weet niet hoeveel zitten. Oké. Okay. Oh ja, ja. Je zei dat deze heel kort was. Ja, je mag in ieder geval... Als je gewoon de eerste Pokémon alvast gaat... gaat verslaan. Ja, we moeten ook niet te ver achterlopen, hè? Nee, precies. Moet ik hierin of zo? Of? Je moet gewoon rechtdoor lopen. Oh. Nee, kan je niet doen. Nee, maar was zo'n rare uitkamming. Ja, klopt. Zo. Ik denk misschien moet je daarin. Vol corona. Yo, maar deze gas is level 42. Deze totem. Oh nee, het is geen totem, maar wel zo'n guy. Oké. Okay. Ik ga hopen dat dit een shiny is. Welke Pokémon is het? Aura Sphere. Oh, gaat hij protecten? Nee, te goed. Het is een file. Ben boos? Ja, dat hebben we in de gaten, Sander. En terecht ook hoor. Ik word terecht boos. Tantu boos. Nou, zo zou ik het wel noemen. Ja. Shining is level 53. Zo, oké. Okay. Nee, eigenlijk niet. Zullen we dan de part zo gaan beëindigen? En dan ga ik voor de volgende keer even opzoeken waar we ook weer manual op manual zetten in plaats van op motion control. Lijkt me op schaal van 1 tot 10 slim. Bedankt voor het kijken van deze aflevering. Vind je Sander nou ook een beetje een rare jongen? Ga dan even naar zijn kanaal en abonneer op hem. En dat zie je graag jullie. De volgende keer weer. Adios, amigos.